Het vieren van het 75-jarig bestaan van de Friedrich Stelenschool is niet alleen een feest van het verleden, maar ook een erkenning van de huidige en toekomstige impact die de school zal hebben op de Surinaamse samenleving. Het herinnert ons eraan hoe belangrijk onderwijsinstellingen zijn voor onze gemeenschappen en de bredere samenleving. In verband met de jaardag van de school morgen, woensdag 1 november, sprak onze redactie met directeur Dorothy Aaron. Ondanks de uitdagende economische tijd is het belangrijk om niet voorbij te gaan aan zo'n heugelijk feit, meent Aaron. Als we naar de hedendaagse situatie kijken, zou je zeggen van nee, we feesten niet. Maar het is een heugelijk feit, niet alleen voor ons, maar ook voor de kinderen. Ook voor Stichting Onderwijs is het een heugelijk feit dat ze 75 jaar lang hier op deze plek onderwijs hebben kunnen bieden aan de jongelui. En dat nog steeds doen. De schoolleiding hoopt in de toekomst nog meer waardevolle projecten te kunnen realiseren om de school verder te ontwikkelen en te verbeteren. De directeur is van mening dat met de nodige ondersteuning van de ouders het een haalbaar streven is. De Stelingsschool heeft altijd een goede ouderbetrekking. Dus de ouders zijn betrokken in alle activiteiten van de school. We hebben ouderbetrokkenheid en ze participeren met alles van de school. Het is maar even een appje of een belletje en de ouders staan klaar. Ik ben wel zeggen, ik ben heel trots op de ouders van de Stelingsschool. Ondanks alles wat de economische situatie betreft, hebben ze wel altijd iets klaar voor de school. Dat wil zeggen hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn bij de school. En dat merken we ook bij onze prestaties, onze leerprestaties. De viering van het 75-jarig bestaan van de school begint morgen met een kerkdienst, waarna er diverse activiteiten op het schoolterrein in de Herenstraat worden gehouden. Meer hierover morgen in ons programma In Gesprek Met om 5 uur via kanaal 12.1.